nieuwe hotelview. We zijn in Mexican Head bij de San Juan Inn. Juan. San Juan Inn. Juan. Juan. Ik kan niet eens uitspreken, want we zitten hier tussen de Indianen. En ja, dat is ook wel leuk. Als je daar kijkt, zie je bijvoorbeeld echt het westerse landschap met de bergen en zo. Maar we beginnen deze hotelview even iets anders dan normaal. We gaan namelijk eerst de hotelkamer kijken. En dat doen we omdat we bijna weg moeten. En omdat het 10 uur moeten we de hotelkamer zo weer uit. En we waren hier toch. Het is wel opvallend dat bij de San Juan. 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 een sleutel is. Geen pasje. Dan hebben ze hem niet uitgevonden. We gaan naar binnen. Valt zo meteen op dat er 3 bedden zijn. In plaats van 2. Dat is 5-persoonskamer. Dus 2 2-persoonsbedden en 1 1-persoonsbed. Je hebt een geweldig nieuw tv. Vers van de pers. Prullenbakken die heel snel vol zitten. En een telefoon met een draad eraan. Nou, dat zijn we allemaal wel gewend in hotelletjes. Voor de rest een gekke spiegel. En natuurlijk gaan we ook even kijken naar de badkamer. Daar zit trouwens geen spiegel. Dat is de enige spiegel die je hebt. Is dat. Handdoek op de grond. Wc. Doet het. En de douche. Of de shower. De douche. Het is een heel makkelijke douche. Had ze plaats. En hij is aan. Hij is alleen wel weer heel laag. En je kan hem niet echt heel erg veranderen, zeg maar. Maar goed, normaal eindigen we hier kwijt. Maar ja, je hebt natuurlijk nog niks van het hotel zelf gezien. Dus daarom gaan we dat nu even laten zien. Dit hotel heeft geen zwembad. Maar ze hebben wel iets anders. Heel goed. Nice. Oké. Parkeren kan je auto krijgen. En ze dachten, wij hebben geen zwembad nodig. Want wij hebben dit. Bruine zee. Nee, het is helemaal modder. Het is ook helemaal niet zo diep. Ik ben er met moeder een keer in geweest, maar die glijdt heel snel uit. En ook dit bordje is wel leuk. Enjoy the river and facilities. Enter at your own risk. Oftewel, veel plezier, maar wij zijn niet aanspraak. Stoelen, als je wilt chillen, zeg maar hier. Kan ook nog. Ja, is oud. Is ja. Je fiets werkt niet. Mijn fiets werkt niet? Oh. Alleen de loopband. Oh. Hij is daar. Yeah. We gaan zo meteen even deze aflevering bij de check-in van de San Juan. Eraan eten. Dat gaan we zo meteen ook doen. Als je hier gewoon van een beetje risk houdt, hè, dan moet je daar je auto neerzetten. Misschien valt er wel gewoon een steen op. Nee, die mensen maakt het gewoon niet uit. Dan kopen ze gewoon een nieuwe auto. Huurauto. Ja, precies. Leuk belletje als je binnenkomt. En. Nou, dit is het ding. Ik leg de sleutel van hier. Check out. Yes. Thank you. Have a nice day. Thank you.
Nou, dat was de check-in. Ze nog niet eens de moeite om daar te staan. En dat is een beetje de conclusie van de Indianen die wij hebben. Ze zijn niet zo heel aardig tegen ons. Weer een gevallen nieuws die aan het. Dit is eigenlijk het restaurantje dat bij het hotel hoort. En je kan eigenlijk bijna nergens heen, want in de buurt is niet zoveel. Dus je moet hier eigenlijk wel eten. Of je wil geel lucht, want er is nog één andere tent. Dit is het hele hotelrestaurant. Kun je lekkere dingen eten? De menukaart. En zo zijn we aan het eind gekomen van deze hotel review. Wij gaan lekker eten.